Yo mensen, Jaroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Avatar Frontiers of Pandora. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want op dit moment staan we in de levensboom van de Aranahe-clan. En moeten wij helemaal naar de top klimmen om Etua te ontmoeten die ons hier naartoe heeft geleid. Dus nu weet ik niet precies wat de weg naar boven is, maar via dit gangenstelsel gaat het verder en verder omhoog. Maar heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk kaart blij, dat zou ik super gaaf vinden. Bedankt weer allemaal voor het intunen. Bedankt. Wauw. Weer allemaal voor de support. En het blijft er allemaal fantastisch uitzien. The Aenora restless. The rainforest was theirs once. The sky people drove them out. I'm sure of it. Is this nest all that remains? Yes. And with so many kinyo here, our home tree weakens. See how the queen cares for them, protects them. She is born knowing what to do, how to lead. She knows where she belongs. My mother always said, a steady heart sees steady wings. They were always at ease with her. I find her here at dawn, tending to them. Singing to them. Her love was enough. It's all right. They won't hurt you. Kinglo are peaceful by nature, but they are not docile when facing a threat. Their sting is sharp, and they swarm as one. We must find our sting. Itu, where is he? Your father is asking for him. He's not back. We need to talk that now. Wait, you don't have to. Wie? We can find him together. The people need their sight. Here, I'll deal with this. Let me go with her. You helped me before. I'll help you now. Stay where you're needed. Where I belong. Ik was even aan het nadenken of ze ons wel echt vertrouwden, maar Etu is niet teruggekomen. Dus we moeten zo snel mogelijk op zoek naar hem gaan, maar je ziet dat zowel de planten als de dieren ook last hebben van de Sky People. Die letterlijk heel Pandora aan het vernietigen zijn en alles heeft een impact op de natuur hier. Nu moet je toch eens even kijken. Dit is toch fantastisch. Maar wij moeten nu naar de High Loom Camp. Dat bevindt zich niet heel ver naar het oosten. En we zijn ook niet voor niets Navi, dus we kunnen hier gewoon naar beneden parcouren. Want dan kunnen wij deze kant oprennen. En dan hoop ik dat zij meer informatie hebben over de plek waar Etu voor het laatst gezien is. Want dan kunnen we vanaf daar natuurlijk verder gaan zoeken naar clues. Want het is niet goed dat hij nog niks van zich heeft laten horen. I know why you're here. Only to help. Ja, ja. Or to check on me. Etua sent you. She wants to ensure I don't tell Katnat how she defies him. Etua is just worried about Etu. Just like a Sarentu. Eva the diplomat. I hope so. One day. Perhaps we need your diplomacy. We are not fighters, and I worry this time we went too far. What happened? The Sky People creep ever closer, so we push back. It's just the three of us to stay out of sight from Katnat. Usually, it's fine. Exhilarating, even. We get home, we celebrate. But this time, Itu never did. He needs me. I must go. I could come with you. I'm retracing our steps. It's too far without an Ikran. I can search here. Maybe he and Zome are closer than you think. Perhaps. He has a place at the stone pillars down the hill from here. There's a cave at the bottom of the cliffs. Prepare your gear before you go. The Sky People move in packs. And save yourself broken bones by using the big leaves to break your fall. Oh, dat is een hele goede tip.
En we weten dus nu ook waar we naartoe moeten gaan. Want de hunter die zit ook heel tegen ons te praten. Wat is er aan de hand, vriend? You're not the only visitor among the Aranehe. Kukulope, she comes to trade with us on occasion. Where from is a mystery. Like you, she is a daring one. So take the opportunity to meet her. You never know how long she will be at Ikran Landing before adventure calls to her again. Ik zal hem onthouden, dankjewel voor de tip. Wij hebben een mysterieuze gastquest ontvangen. Ze had het erover dat ze met z'n allen de Sky People aan het volgen waren en aan het uitdagen waren. Maar Etus zijn hideout moet hier... Oeh, ik weet niet of het werkt. Ja, het werkt. Woe! Hier ergens aan de onderkant van de klif moet zijn. Dus ik ga heel snel naar hem op zoek. En ze gaf ons ook nog mee dat we onze gear moeten voorbereiden. Maar weet je, raakschieten gaat ons wel lukken. Ik weet alleen niet met hoeveel personen en hoeveel mechs de Sky People hier rondlopen. Dus we moeten een beetje voorzichtig naar beneden. En de planten gebruiken om onze val te breken. Wow, ik zit me helemaal kapot, joh. Wow. Dat was een plant, joh. Ik schrok me helemaal de kielenbier. Niks aan het handje, kan gebeuren. En dat dacht ik al. De Sky People zijn hier aanwezig. Oké, die twee zijn neer. Dan kan ik het beste eventjes wisselen naar mijn heavy boog. Want dan is die namelijk ook kapot. Perfect. Ik wil die heavy bow niet al te vaak gebruiken. Maar voor dit soort gevechten is die wel heel handig. En ik denk ook dat dit het was. Dus wat wij kunnen doen is wij kunnen nu de ammo van deze mech meenemen. Al zitten we helemaal vol met ammo. Dus we hebben 200 kogels bij ons. Looks like the place. En dit moet het zijn. Er liggen hier ook heel veel spulletjes, dus dat nemen we allemaal mee. De boog ligt hier ook. Not be fought with RDA. Not be skills were winning. But then their bow broke. Had to flee. We zijn hier in gevecht geweest, want je ziet ook heel veel dode mensen liggen met pijlen van de Navi. I wonder maar if kunnen wij iets vinden waar ze naartoe zijn gevlucht? No. An Ikon fought in this cave. Its headpiece snapped in the struggle, clawed its way out. Ja. Etu stopped here. Someone or something interrupted him before he could eat. De mensen. Etu landed with his Ikran Zome. They fought the RDA. They got trapped in the cave but escaped up there. Is that Ikran blood? A scent trail to follow. Wij kunnen nu het spoor helemaal deze kant op volgen. Maar het is dus wel zo dat er een Ikran gewond is geraakt. En dan hoop ik dat Etu en de Ikran wel zijn weggekomen hier. Maar de volgende spoor... Oh. Ik hoor heel veel geluiden verderop. Het spoor gaat deze kant op, dus wij gaan ook de goede kant op. We kunnen onze dubbele sprong goed gebruiken. Ik hoorde haar. Dat way. En wat is hier aan de hand dan? Oh, dit meen je niet. Er wordt hier heel erg gevochten. De Ikran vliegt rond, maar die staat letterlijk in vuur en vlam. They'll kill her if I don't help. Kijk, hij draait zich precies nu om. Die is kapot. Ik ga even de high ground pakken. En ik moet kijken welke niet zoals... Oh jawel, die wel. Welke niet naar ons toe staan gericht, want ik kan hem net niet hitten op zijn ruggetje. Als hij zich nou omdraait,
Oh ja, 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 wacht, het gaat wel lukken, het gaat wel lukken. Dankjewel, dan is die ook kapot. En dan moet ik nu gewoon vol gaan poeieren. En de rest schakel ik uit met onze normale boog. Kom maar deze kant op, kom maar deze kant op. Vind ik helemaal niet erg. Alsjeblieft. Iets hoger. Alsjeblieft. We leren de boog goed kennen zoals je merkt. Want we weten nu ongeveer al waar we moeten schieten als we schieten. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon onze rifle. Waarmee we ook kunnen schieten. Snel even nieuw hout meenemen. En oh. Ze zitten achter ons ergens. Oh, daar staat hij. Ik zie hem. Goed geraakt. Nog een keer goed geraakt. Alleen onze pijlen zijn op. Dus ik moet nieuwe maken. En dat is de reden waarom ik ook zoveel hout altijd meeneem. Want... hoppatee. Anders heb je echt een probleempje. Oh. Die buurt die zit nu gewoon op onze schieten, joh. Ik zie ook helemaal niks vanaf hier. Die motor is kapot. Mijn nest schijnt vol die lamp in ons te zien. Dus ik kan het niet goed zien, maar... hij is neer. En ik had jullie al gezien, jongens. Dit is jullie verdiende loon. Wat een gekke werkuur. Ik hoor Etu ook om hulp roepen. En hij zit hierin. Ja, ik weet niet hoe ik hem open kan maken. Your hunting student. Find me. Etua sent me to help you. You heeded some of my lessons at least. Now get me out of this place. The door is stuck. Hold on, I'll try and fix it. We moeten hem proberen te fixen, want die deur die gaat niet zomaar open kunnen. Easy. Rustig. Ik moet letterlijk op de plek zijn waar deze I-kraan zit. Dus alsjeblieft, doe rustig aan. Dankjewel. Hier de kabel repareren. Help! It is still not working. Nee. Ik ben aan het zoeken. En dan moet dit de deur openen. Oh. Wacht even. De stroom moet er wel op zitten. Dus als we deze nu ook connecten, dan moet het wel werken. Nieuwe poging, nieuwe kansen. Ja. Hij gaat open. Oh nee, nu zitten wij ook vast hier binnen. This metal bird is a trap. I'm sorry. I was trying to let you out. My I-kraan, Zome, is she... still fighting. She helped me fight off the RDA. The sky people separated us. Cornered me in here. I could hear them shooting at her. Laughing at her anguish. They hunt without need. We should get out of here before more come. I must get to her. I know. Dat was een call sign. Maar je hoort niks buiten dit vliegtuig. Dus I tried those metal jaws in the floor, but ik they weet not open ook either. Niet hoe we hier weg kunnen komen. Ik kan onze sit gebruiken om op zoek te gaan. Oh, naar een panel. Alleen, wacht, ik moet eerst de sleutel hebben, want anders komen we er niet door. We hebben 15 seconden hiervoor. Ik heb de sleutel, dan moeten we helemaal terug. Naar links, naar links, naar links, naar boven, naar links. That's it. That should work. Let's get out of here. Hoe? Het zat helemaal in de fik. En we worden nog beschoten.
uit hoor. Kijk, in het water, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Snel ademhalen. En dan hangt dat vliegtuig ook echt niet veilig daar. Are you okay? We escaped the metal bird. Narrow victory, Sarentu. We must fly close to death to soar through life. That was too close. You have my thanks, Hela and I. It was Zome who saved us. She must be a legend among Ikran. Together we fear nothing. I saw that metal tear shoot her as she tore it down. I shall go now and tell it to her what she missed. Hij kan er gelukkig nog wel om lachen. It is nothing. I shall call Zome and be on my way. Het ziet er niet heel goed uit. Maar als Zombie hem kan helpen, dan vliegt hij zo terug naar de basis. Maar she can't be far. Zome is strong and brave. We weten natuurlijk niet of ze nog leeft. Together. We have to. You have not bonded, Sarentu. You do not know how it is. Tell me. A bond like no other. We fly as one, think as one. I hope to have a bond like you and Zome one day. That is my deepest hope for you two. I think I heard her that way. How did you choose her? She chose me. That is how it is. She trusted me, and now I cannot lose her. De Ikran kiest jou en jij niet de Ikran, want het gaat allemaal we should stop. Onvertrouwen. Oh, Zome needs me. Ah. Rest a while. Ik weet ook niet you keep looking for her. Try and waar find ze her is. I will catch up. Ik zie de geur hier ook niet rondhangen. Maar nee. Nee. Ik heb een spoor ontdekt, maar hoe ga ik daar boven komen? Ik moet nu even snel te werk gaan. De geur leidt naar boven op deze rots. Zome! Ze heeft gevochten. What have they done to you, my beautiful? Maar was het haar laatste gevecht? I am here now. Let me carry your pain, Zome. Let me help you. We have to go home, Zome. You have to fight so we can go home together. You are not fighting. You are supposed to. Do not leave me. Please. I'm sorry. But we can save her, can't we? Return to Ewa. Until Whispering Winds lift us once more, kindred. I was too late, Itu. I'm so sorry. Please, if there's anything I can do. Tell Itua and Vifilu I am safe. Thanks to you, friend. Zome's last flight must be honored. Perhaps we can do it together once I return to Hometree. Zeker, zeker. I'll give you some time alone. We laten hem hier heel even alleen achter. Want dan kan hij afscheid nemen van zijn Ikran. Maar dit is niet wat ik van tevoren had verwacht, maar Itu is gelukkig nog in leven. En we gaan hem helpen Zumi te eren zodra hij terug is bij de levensboom. Nu hebben wij ook nog een aantal skillpunten om uit te geven, dus dat wil ik meteen even gaan doen. En dat lijkt mij het handigst om als eerste te gaan focussen op onze health. Want de Navi is 4 meter lang. We steken overal bovenuit. En als we in een gevecht heel even niet opletten, dan raken we heel veel van onze health kwijt. En wat daarbij kan helpen is als wij 50% van onze base energy er elke keer bij terugkrijgen, want dan hoeven we daar niet meer op te letten,
Wat ons daar ook bij kan helpen is dat we een extra health pouch mee kunnen nemen. Zodat als wij moeten healen, dat we ook kunnen healen. En dit is ook heel erg handig. Want als wij nu hurkend rondlopen, maken we geen geluid meer. Dus dan kunnen de Sky People ons ook niet opmerken. En dan zijn ook onze skillpunten voor nu op. Maar we verdienen vanzelf weer nieuwe. Dus ik ga nu deze crash site verlaten en dan gaan we erachter komen hoe dit allemaal verder gaat. Want hierbij is deze aflevering weer afgelopen. Mochten jullie hebben genoten, ramde natuurlijk kaartenbeleid op zak super gaaf vinden. En dan zijn we zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe aflevering van Avatar Frontiers of Pandora. Dus hopelijk ook weer zoals elke keer weer opnieuw. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.